Hallo, hier Henk Huppelschoten vanuit Geert Ruidenberg, oftewel Pottenschuiterslaan, waar de Bergse Carnavalstichting diep in de stront zit. Wel een knappe prins, maar geen gevolg. Het gevolg? Voorzitter Nico van Veen weet zich geen raad. Luister maar, Nico, wat weet jij jezelf? Geen raad. Je hoort het. Pottenschuiterslaan heeft namelijk in geen jaren zo'n knappe prins gehad als dit jaar. Prins Wida de Eerste is werkelijk een Casanova. Hij is dan nog wel vrijgezel, maar hij komt, zoals hij zelf zegt, toch wel aan zijn trekking. Dus als er iemand met vaste hand gaat regeren, dan is het prins Wida de Eerste wel. Op een gewone huis, tuin en keukenprins zitten de meeste raadsleden niet te wachten. Maar als het om een aantrekkelijke prins gaat, dan moet je ook niet gaan zoeken naar een mannelijke raad van elf. Dan trek je gewoon een blik lekkere wijven open. Want door een begeerlijke prins zijn de meeste vrouwen wel te porren. Daar staan ze namelijk voor in de rij. De nieuwe prins van Pottenschuiterslaan voldoet werkelijk aan alle eisen. Goede uitstraling, een tas met geld, vrijgezel, ruwe bolsters dankjebit, een vlotte babbel en een EHBO-diploma. Maar als prins zijnde ben je natuurlijk niets zonder raad. En denk nou niet dat Wida dat niet erg vindt, want dan zit je ernaast. Maar als de nood het hoogst is, dan is Henk nabij. Kijk maar eens wat ik voor jou heb geregeld, Wida. Een volle wagen met lekkere wijven. Wat wil je nog meer? Ik wens jou een prettige carnaval, Wida. En zo komt het toch allemaal weer goed, ziet u wel. Ten slotte nog de carnavalsweerspreuk. Reeds in januari zonder een raad van elf, dan komt februari vanzelf. Volgende week ben ik er weer. Of geen weer.